Twee gamers, één keuken is een best interessante titel, want ik ben een gamer en Jitse is een gamer. Yeah. Als ik lang levende liefde mag geloven, want mijn hemel, jij werd flink gelabeld als een gamer. Ja, gamer dit, gamer dat, player 2 dit, player 2 dat. Ja, ja. Maar wij zijn hier bijeengekomen in het zoetsappige Limburg om pizza te maken. Yes. Want dat is het gerecht wat jij hebt gemaakt met jouw metgezel in de aflevering. Wiens idee was dat? Mijn idee. Oké. Okay. En hoe ik erop ben gekomen? Ja. Deze man, pasta pesto, AVG'tje of gourmetten, wilde ik niet aan beginnen. Holy shit, dit is geen pasta pesto, wat maak ik nou weer mee? Ik zie pizzadeeg, ik zie tomatensaus, ik zie champignons. Gaat hier een lekkere pizza worden genuttigd? Hemel, ben ik al zo lang bezig, want wanneer is die opname geweest? Die is exact 25 februari. 25 februari. Ja. Nee, toen deed ik het toch nog niet. Je bent wel al heb je daar daadwerkelijk rekening mee gehouden met mij? Nou, kijk, weet je, pizza is sowieso lekker. Oké, ja, zeker. En ja, wat had ik al gezegd in het huis zelf, maar dat is niet in de uitzending gekomen. Maar ik had gehoopt dat jij dus ging doen wat je hebt gedaan. Kijk naar de aflevering. Ja, dan moet ik je wel tevreden stellen, toch? Hij heeft met mij rekening gehouden. Met mij! Ik zou zeggen, laten we beginnen. En wij beginnen uiteraard met handen wassen. Want dat had jij niet gedaan. Ja, en dat moet op beeld gebeuren. Want anders gaat iedereen lekker zitten janken. Dit is pizzadeeg. Zie. Inclusief bakpapier. Ja. Maar die laten we nog even zitten. We gaan groentjes snijden. We hebben paprika. Ja. Champies. Ja. Kip. Ja. We hebben salami. Blikje tonijn. Ben jij van de tonijn? Ja, op zijn tijd wel. Ben jij van de tonijn? Zeker wel. Shit. Jij niet? Nee, ik ben niet zo van de tonijn. Nou, weet je wat het mooie voordeel is van zo'n pizzaplaatje? Je kan stukjes maken. Ja, zeker waar. Dat hebben wij toen ook gedaan, want zij wilde geen champignons volgens mij. Oh ja. Ja, ik had zin in champignons. Dus, ja. Ja. Zal ik anders de paprika onder handen nemen en doe jij dan de champignons? Zeker. En we wassen handen. Wat wassen we nog meer? De groentjes. En je edele delen. Tuurlijk. Jullie hadden truien gemaakt? Ja, dat klopt. Was voor elkaar? Ja, ik had in eerste instantie wilde ik schoenen customizen, want dat heb ik bij de eerste lockdown van corona was ik daarmee begonnen. Alleen ja, er was totaal geen markt voor, dus heb ik verder niet voortgezet. Dus ik had het aangegeven, ik denk waarschijnlijk qua budget dat dat iets wat te duur was. Bij het programma was er geen budget voor? Nou ja, daar maak ik verder geen uitspraak over, maar dat was gewoon mijn gedachte erachter. Get your shit together, SBS. Nee, maar toen hebben ze gezegd, van, is het ook goed dat we een trui customizen. Ja, weet je, prima. Even voor de timestamp, want ik weet niet of jij dat zei een keer iemand anders. Iedereen lijkt altijd zo moe als ze daar binnen zitten. Het begint ook allemaal heel laat. Die trui waren we aan het doen rond een uur of 11:30 was. S'avonds? S'avonds, ja. What the hell? Ja, het is allemaal... Ja, want je komt dat huis in aan het eind van de middag. Ja, ik liep volgens mij rond 3:30 naar binnen. Iets in die richting. En ja, ik zat uiteraard als eerste binnen. Dus dat hield ook in dat ik moest wachten tot Kelly naar binnen kwam om mij Jasper te leren kennen. Hi, Jitse. Kelly. Alles goed? Aangenaam. Jazeker, met jou? Ja hoor, jou. Kelly, een beetje spannend. Ja, Kelly. Goed, moet ik onthouden. En Jasper. Ik moest er even over nadenken, maar ja. Nou ja, en vervolgens tussen binnen was begon het hele verhaal. En een uurtje later, dan ga je de boodschapjes invullen. En die komen ook pas dus richting een uurtje of 8 binnen, denk ik. Jemig. Dus ja, weet je, dan ben je gewoon moe, je hebt honger. Ja, als je een ander Nederlands ritme hebt, dat je gewoon lekker om 5:30 eet. Heb jij überhaupt een soort van zeggenschap gehad over wat er op beeld komt? Kreeg jij de aflevering te zien voordat... Nee, ik kreeg niks te zien. En van tevoren zeiden ze ook nog van... Kijk, je mag gewoon zeggen wat je wil. Daar is geen probleem. Maar als je iets niet op tv wil, gewoon niet zeggen. Ja, fair point. Kijk, maar dat doen wij bij Gamineer Corporations. Doen wij dat uiteraard niet. Jij krijgt wel gewoon... Een script. Jij krijgt geen script, maar je krijgt wel gewoon de aflevering van tevoren te zien. Ah, echt? Ja, uiteraard. Heb ik dan alsnog zeggenschap of is het gewoon plekken? Ja, tuurlijk. Man. Ja, dat doen wij bij Gamineer Corporation. Nou, dan in ieder geval voor de editor, maak er even een goddelijk lichaam van. Je geeft hem nu gewoon echt... Gewoon werk. Je bent hem... Zouden we nog een uitje erbij willen? Ja, ik vind het prima. Ga je huilen bij uitjes of niet? Dat blijkt dus afhankelijk van waar je hem afsnijdt. Als jij volgens mij, is dat een van de twee kanten, als jij die er afsnijdt, dan komt die stof zeg maar los dat je gaat janken. Nou, wat ze mij op de
kokschool hebben gezegd, want jij bent alle maakten thuis. Hij heeft op kokschool gezeten. Ja, ik ben officieel ben ik zowel kok als banketbakker. En ik heb dus animatiegewerk gedaan voor hotels, daar heb ik ook die opleiding voor gehad. Yeah. En daarbij hoorde ook nog front-office erbij, dus in principe perfecte huisvader. Maar goed, om terug te komen op dit punt. Hij zit zichzelf hier gewoon te adverteren. Natuurlijk. Ja, ja oké, okay, vertel verder. Ze hebben mij altijd gezegd, dat stofje dat komt vrij als je een bot mes hebt. Een bot mes? Ja. Oh, oké. Okay. Ga jij hem snijden of ik? Waar je wil. Zal ik het doen? Ik moet zeggen, bij Isabel heb ik bijzonder weinig gedaan. Daar stond ik bij en ik keek ernaar. En daar hadden de mensen nogal opmerkingen over. Maar ben je van uien snipperen of ringetjes maken? Of... Ik ben van... Wat is snipperen? Die kleine blokjes. Zeg. Ja, dan ben ik van het snipperen. Dan zou ik hem op een andere manier snijden. Ja, daar ben je nu al te laat mee. Er is zo'n opmerking die Shrek maakt als hij met de donkey loopt door het veld. Je ziet een discussie met een ezel. Dan zegt hij, onions have layers. En ogres have layers. Ogres are like onions. They stink? Yes. No. Onions have layers. Ogres have layers. Onions have layers. Ja, we hebben ook kaas uiteraard. Ik heb gehaald goudse kaas, 48 plus. Maar ik heb ook mozzarella. Ik weet niet wat jullie lekker vinden om erop te hebben. Nou, ik ben wel van de mozzarella. Oké, leg eens uit. Ik heb hem nu half doorsneden. Hoezo kan ik hem nu niet snipperen? Omdat dan de hele zooi aan elkaar gaat vallen. Ja, maar dat is toch de bedoeling van snipperen? Ik wil het even laten zien. Ja, nou, oké, laat maar zien. Het gewoon laten. Kijk, ik heb geen kok met COCK school gedaan. Dus show me. Kijk, jij doet hem ook door de helft. Maar jij hebt hem... Oh, ik heb hem overdwars door de helft en jij hebt hem... Oké, in de lengte. Juist. Dat vind ik trouwens goed om te zien, dat jij dingen weghaalt met de rug van het mes. Tuurlijk, tuurlijk. Wat krijg ik daar de scheid van en de microplastics in mijn lijf? Dat. Van mensen die met het scherpe kantje over een plastic bord of plaat in gaan. Dan wordt het ook heel snel bot. Daar heb je ook niks aan. Kijk, maar dit vind ik dus netjes. Ja, want ik keek zo ook zo'n aflevering van, ik weet even niet meer wie het was. En die probeerde dit dus ook, maar die hield dus zijn vingers zeg maar zo... Ja, dan snij je recht je dingen in. Ik denk dat gaat toch een keer fout, zou je zeggen. Nou ja, kijk, en het voordeel wat je nou hebt, want hier dit kopje houdt eigenlijk de ui vast. Ja. Dus ik kan nou zo snijden, maar hij valt niet aan elkaar. Ja, wat een techniek joh, om jaloers op te zijn. Hé, maar wat had je trouwens allemaal besteld? Want wat mag je überhaupt allemaal bestellen? Er zal vast wel een restrictie zijn van dit mag je halen, dit niet. Nee. Zit de grens bijvoorbeeld op zware drank of zoiets, dat niet mag? Nee, het is wel zo. Kijk, uiteraard, het wordt uitgezonden op een tijd dat kinderen en dergelijke ook gewoon kijken. Ja. Dus ze willen niet verheerlijken dat het dus alcohol lekker is en genuttigd wordt. Dus ik heb wel een flesje wijn besteld. Ik weet eigenlijk niet of dat het nou in de uitzending was dat ik hem ook gedronken heb. Niet maar, gezien, nee. Nee, precies. Dus dat soort dingen halen ze eruit. Maar volgens mij kan je gewoon bestellen wat je wil. Willen we nog meer uit trouwens? Ik heb hem nou wel... Ja, je hebt hem nu al gepeld, dus might as well. Ik heb hier ook nog een half ijs. Ja, maak ringetjes. Dan doen we gewoon half. Ja, ringetjes. En want dat is dan wel gewoon op de manier zoals ik het heb gedaan. Ja, zeker. Ja, oké. Okay, ja, pas wel op voor je vingers. Niet dat hij in één keer omklapt en dan heb je... Ja, dat is lastig. Dan moet ik eigenlijk even... Ja, nou ga je gewoon plakken. Ja, weet je, maakt niet uit. Nee, creëer ik een plateautje. Want dat hebben ze... Kijk, op deze manier krijg ik wel moeilijk mijn vingers erin. Dus ik weet je... Doe het zo. Dat is wat je zegt. Ja. Kut ui. We both have layers. Kopsopleiding, animatie, bakkers. Ja. Maar je werkt in een casino. Ja. Wat doe jij in het casino? Ik ben ooit begonnen als servicemedewerker, dus echt achter de receptie. Nou is er een tijd terug een heel nieuw systeem erin gekomen, dus dan zijn we al multifunctioneel. Yeah. Dus ik zit nog achter de receptie. Dat is ook nog indirect dan de aankomst al met garderobe. Yeah. De kassa doe ik erbij. Ik loop tussen de automaten, jackpots uitbetalen en dergelijke. Yeah. Dan sta ik ook nog achter de bar. Conclusie zijnde, je bent een beetje een jack of all trades. Ja. Want je wordt overal en nergens een beetje ingezet. Ja. Waar ligt jouw ambitie? Hebben we het eigenlijk puur over werk of gewoon het leven? Laten we beginnen bij werk. Nou ja, ik zie mijzelf eigenlijk nog best wel lang daar werken. Ik heb wel vooral in de wintermaanden... Onions have layers. Ogres have layers. Onions have layers. Oké, okay, en waar ligt de ambitie in het leven? Livestreamer. Yeah. Ja? Ja, het lijkt me wel... Of ja, livestreamen vind ik leuk om te doen. Maar ja, dat is dus moeilijk te combineren om echt een schema te creëren. Mm-hmm. En ja, kan ik het dus met een beetje geluk 2 keer in de week doen. Maar het lijkt me wel leuk om er gewoon iets een beetje in te kunnen verdienen, zeg maar. Dat het wel ook loont met wat je doet. Snap ik. Ja, en het dus niet per se verdienen in geld. Al is het dat ik bijvoorbeeld een jaar lang stream, geen donaties, geen subs, niks. Maar wel gewoon een standaard groepje mensen wat gezellig komt kijken, een beetje praten. Ja, je wilt gewoon een beetje resultaat hebben. Ja, precies. Ja, dat snap ik. Hey, jij hebt ook een cadeautje van Kelly gekregen. Ja. Oeh, teddybeertje. Ja, klopt. Heb jij die nog?
Ja, ik heb alles. Je hebt alles? Want je had aan het einde nog een foto gemaakt? Ja, dat is met mijn eigen camera geweest. Want nou komt dus het ding, want ik denk dat jij dat ook fout gezien hebt. Je moest een persoonlijk item meenemen. En, van jezelf? Ja, van mezelf om een beetje te laten zien van dit ben ik, dit vind ik leuk, weet je wat. Dat Red Dead Redemption boek was haar persoonlijke item, dat was geen cadeautje. Heel veel mensen dachten dat. Ja, maar zo is het wel geknipt. Ja, precies. En ik zat dan van, wat een gek cadeau eigenlijk. Ja, dat was dan wel gedurfd geweest. Ik had het zeer gewaardeerd, dat sowieso. Red Dead. Fuck je. Ja, dit is mijn lievelingsspel. Ja, is echt een goed spel. Wacht. Ze trekt gewoon ineens een boek uit de tas vandaan. The Complete Official Guide Collector's Edition. Oh, dit is wel een gewaagde keuze hoor. Maar nee, dat was haar persoonlijke item. Van haar kreeg ik dus een teddybeertje, snoepjes, chocola. Een of andere sleutelhanger van Lord of the Rings. En ik weet niet of ik vloek hier in de kerk, maar ik heb dat nog nooit gezien. Dus, ja, ik ben een Harry Potter guy, sorry. Tarek, inpakken man. Waar gaan we? We gaan weg man. Maar ja, ik heb eigenlijk gewoon alles nog. Okay. Ik vind het ook een beetje zonde om dat weg te gooien. Weet je, iemand heeft daar moeite in gestopt, dan ga je er vanuit. Ja, zeker waar. Maar weet je, kijk, het is helaas niks tussen jullie twee geworden. Dus kijk je dan niet met een beetje een dubbel gevoel dan naar dat cadeautje? Nee, het zit gewoon in het tasje. Ik kijk niet per se naar het cadeautje zelf. Dus Okay. Zal ik anders de halal salami onder handen nemen? Ja. Kijk, weet je, ik kan de salami in 4 stukjes doen. Ja, dan is het wat meer evenredig verdeeld. Dat ga ik doen. Dat is mijn keuze. Dat is mijn initiatief. En jij mag er ook zijn, dus jouw keuze respecteren wij net zo goed. De kip, gaan we die van tevoren in de pan eventjes aanbakken of leggen die gelijk op de pizza op hoop van zeker dat het goed komt? Ja, kijk, wat is dit nou weer voor... Nee, tuurlijk niet. Niet bakken? Nee, wel bakken. Oh, wel bakken. Op hoop van zegen. Wat is dat nou weer voor keuze? Wil ik wel of geen salmonella? Nou, weet je, spin the wheel. Ik weet dat je in een casino werkt, maar gokken met je gezondheid is ook weer zoiets. Gaan we oké met de Chroma bakvet? Bakvet. Dat is een meme uit 2014. En het is nou een meme uit 2024, want jouw grote vrienden van de bankzitters... Wat zie ik daar dan, jong? Wat heb jij nou weer? Dit gaan we toch niet doen? Waar sla dit op? Ik heb nog niet gezien wat met bakvet! Er werd, weet je nou, Milo volgens mij. Die kreeg heeft hij een terugtrekkende haarlijn? Heeft hij überhaupt een haarlijn? Sykes, ze hebben allemaal geen haarlijn. Zal ik gewoon een saus alvast... Ja, moet wel even kijken. Ik heb er 2 soorten gehaald. Oh ja. Die met de rode is volgens mij de pikante. Wat jullie lekker vinden. Dan mag jij er zo direct als salt bij even... Hoe heet dat overheen smeren? Cheese. Ja, ik probeer het zo evenredig te verdelen. En weet je dat als Kelly, mocht je dit zien, wat Kelly dus doet... Zij wil het dus uiteraard kostvrij houden. En zij had het idee dus gehad om meer kost te hebben. Zij rolde dus de zijkant op. Niks tegen jou, Kelly, maar ik vind dat dus 3 keer niks. Dat moet je niet doen. Nee. Gaan we het niet doen. Ik had dus ook echt gewoon dat hoekstukje waar jij zegt van ja, die hoek perfect. 2 kanten korst, niet zo'n 1,5 korst dus. Ja. Yeah. Ja. Ik ga wel gelijk met deze dan maar beginnen. De hoekjes. Altijd de hoekjes. De hoekjes zijn goated. Want dan heb je zo'n lekkere, knapperige korst aan 2 kanten in plaats van dat je zo'n middenstuk hebt. Want die gaat dan uiteindelijk echt zo heel droevig zitten hangen. Zo. Wat een kut idee is dit. Hey, het is helaas niks geworden tussen jou en Kelly. Ja. Wanneer was het punt eigenlijk dat jij dat besefte van oké, dit wordt hem niet? Nou ja, ik heb 2 punten gehad. 2 punten? Ja, oké. Ik moet zeggen, eigenlijk toen dat ze binnenkwam lopen, dacht ik eigenlijk, en dan was het eigenlijk puur uiterlijk gebaseerd dus, dacht van ja, dit wordt hem niet. Maar ik doe ergens mee om ergens voor open te staan. Dus ik heb ook gewoon mezelf gezegd van, weet je, uiterlijk is niet alles. Ja, want dat was ook wel een beetje jullie, motto zou ik het niet willen noemen, maar daar gingen jullie constant wel van, we zien het even aan, ja. Misschien komt het nog. Nee, ik dacht bij mezelf, weet je, ik sta er open voor, dus ik ga er gewoon mee door en we zien het gewoon, want je moet ook wel. Ja. En op een gegeven moment, het werd toen wel gezellig toen ik ook merkte van we hebben toch wel zelf tegen interesses. Ja. Want dat is iets, dat heb ik ook Kelly later na, of ik weet niet of het ook is uitgezonden, heb ik ook gewoon gezegd, ik vind je echt wel gewoon een hele leuke meid, maar het fysieke voel ik gewoon niet bij jou. Want we konden het gewoon goed vinden, we hebben gewoon dezelfde denkwijze met andere dingen. Ja, ze was leuk, maar je voelde je niet aangetrokken. Ja, precies. Ja. Dat was dus mijn eerste moment dat ik dat even dacht. Toen ik in de ochtend wakker werd, toen dacht ik op een gegeven moment wel echt even bij mezelf, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest. Want ik kon dat niet helemaal goed uithalen uit jullie gesprek toen, het 24 uur gesprek wat je dan hebt. Ik had het idee dat zij wel langer door wilde. In eerste instantie, ze wilde ook verlengen. Ja. Maar eigenlijk de reden waardoor dat ik niet wilde verlengen, was voor haar ook weer de reden om het wel te verlengen. Om dus te kijken van, wie weet komt nog wat. Ja. En toen gaf ze zelf ook aan van, ik ben toch wel blij dat je zegt van ik verleng niet. Oké.
Dus ik vraag van, ja, weet je, hoezo dan? Weet je, je moet gewoon zeggen wat jij zelf fijn vindt. En ze zegt van, ja, ik had het anders heel lullig gevonden als dat jij het wel wilde en ik niet. En inderdaad zeg je, ja, dat, weet je, je moet je niet people pleasen. Als jij het niet fijn vindt of er niks bij voelt, nee is nee. Dus als ik ja had gezegd, dan had het nog een dag gezeten. Dan heb ik nog één vraag voordat we hem in de oven smijten. Ja. Jij livestreamt. Zij blijkt ook te livestreamen. Klopt. Hebben jullie wel eens samen gelivestreamd? Nee, dat is eigenlijk niet gebeurd. Ik heb mijn briljante ideeën en ze kunnen allemaal de prullenbak in. Nou, zal ik je uitleggen waarom niet? Ik stream eigenlijk hoofdzakelijk gewoon in het Nederlands. Yeah. Mocht er iemand zeggen dat Engels spreekt, hoef ik gewoon Engels praten. Ja. Maar zij heeft een Amerikaans publiek volgens mij. Oké. Okay. Dus eigenlijk de tijden dat ik bijvoorbeeld tot 's nachts aan het werk ben, dan gaat zij livestreamen. Ja. En ik zie het niet zitten om dan om 3:30 's nachts thuis te komen en dan, en denk dan van, nog... hey, laten we nog even gezellig doen. Zullen we hem in de oven doen? Ja, hij is alleen nog niet warm, dus ik denk ja, dat het best is gewoon puur voor het oh, beeld. Ja, oké, okay, sorry, ja, we gaan hem in de oven doen. Het is dat we het segment kunnen afsluiten. Oepie. Maar fijn dat je... We gaan hem in de oven doen. We liegen niet. Nee, we liegen ja. niet. Wat zijn we zo lekker eerlijk gebleven. Jitse, dit is hem geworden. Ja. Ik zie salami. Hallo, hè. Kip, tonijn, paprika, ui, champignonnetjes. Ik zou zeggen aan jou de eer om te snijden. Oh, wat ik me dan nog afvraag. Ja. Jij hebt meegedaan aan een programma. Ja. Het is hem niet geworden met Kelly. Dat nee, hebben we geconcludeerd. Stel, jij zou gevraagd worden voor een deel 2. Zou je daarvoor openstaan? Ja. Dat ja? hebben ze ook in de uitzending gezet. Okay. Zeg maar van, hey, wil je met deze jongen op deze een jonge huis? God. Ja, nou, ze hebben me daar wel echt volledig in gamermodus ja, gezet. Ja, echt. Wat was dus, het? Wil jij de player 1 zijn van deze ja, gamer? Wil jij de tweede player zijn voor het verhaal van Jitse om, weet ik het, een nieuw level aan te gaan? Ja. Wat ik denk van, kijk, weet je, ja, ik game. Nee, ik ben geen gameverslater. Want wat jij ook mooi zei van, hij zegt, ja, ik ga een spelletje spelen. Ja, want... Als je zegt, ik ben een gamer, mensen zien gewoon iemand die de hele dag gewoon achter een scherm zit en alleen maar ja. chips en foute dingen. Het hielp ook niet dat Kelly vervolgens zei, na 8 uur op een dag, dat lukt me wel, weet ja. je. Echt, dat bevestigt het stereotype alleen maar. Kijk, tuurlijk, ik denk dat ieder persoon wat wel eens een keer gamet, echt wel een keer 8 uur gegamed heeft. Maar dan is het gewoon even, weet ik het, met de boys even wat doen, weet je. Met de boys. Ja, dan gaat het gewoon lekker snel. Pak een puntje. Ik begin bij deze. Ik zie een hele mooie voor bubbel. Een hoekje uiteraard. Ik ga voor een hoekje. Ik ga voor tuna. Ik stel voor dat we hem ook gaan klingelen. Proosten. Ja, dat we Cheers. Niks morsen. Man. Dat wel lekker. Dit gaat er dikke prima in. Ja. Is er nog iets wat jij kwijt wilt aan de kijkers? Volg mij, sowieso. Doe het. Jitse, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja, jij bedankt dat... Jij wilde komen en dat ik iets met jou kon doen. Bedankt voor de pizza. En de kijkers uiteraard bedankt voor het aanwezig zijn voor jullie tijd bij deze video. Graag tot de volgende keer. Tot ziens. Laters.